In Workum aan de Warkumerwaard wordt een begin gemaakt aan de versterking van de kust. Door erosie spoelt er steeds meer van de kust weg. En daarom wordt er ter versteviging een stormbroedkering aangelegd. Deze beschermingswal aan de kust zorgt ervoor dat het gebied in het broedseizoen niet snel meer kan overstromen. Was dit nodig? Ja, dat was zeker nodig. Je ziet dat de Warkumerwaard is van oorsprong een zandplaat die in de Zuiderzee is ontstaan. En na de afsluiting van eigenlijk de Zuiderzee is het IJsselmeer geworden. En ja, je ziet dat die zandplaat begroeid is geraakt, maar langzaamaan door stormen wordt opgerold, zeg maar. En ja, ook regelmatig overstroomd. En daarom willen wij onze Warkumer buitenwaard beschermen. De natuurwaarde daar en mede de broedvogels die daar zitten. Wat gaat er precies gebeuren? Nou ja, de bedoeling is dat we daar eigenlijk een dijk omheen leggen. En die dijk maken we met grond die we winnen uit een nieuwe slenk, zal ik maar zeggen. Een sloot. En die sloot staat weer in verbinding met het IJsselmeer. Alleen als straks in de broedperiode het IJsselmeer weer omhoog komt en de buitenwaard dreigt te overstromen, ja, dan zetten we die slenk dicht met een slimme, ja, een slim kunstwerk noemen wij dat. Dat is eigenlijk een slimme buis die je kunt dichtzetten, waardoor het niet kan overstromen. Zo kunnen er in het voorjaar duizenden vogels, zoals de bontbekplivier, visdief en ook diverse weidevogels, weer veilig broeden en voedsel vinden. En door de aanleg van de stormbroedkering kan buiten het broedseizoen de buitenwaard toch gewoon weer onder water lopen.